Suriname zal binnenkort weer patiënten sturen naar Colombia via de Armulov-regeling. Dit maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend in een persbericht. De Armulov-regeling kwam onder druk te staan nadat Suriname achterstallige betalingen had bij het ziekenhuis Hospital Internacional de Colombia. Onlangs heeft Volksgezondheid minister Amar Ramadien gesprekken gevoerd met een delegatie van dit ziekenhuis. Hier is er een akkoord bereikt over de uitstaande betalingskwestie. We hebben dus goede betaalafspraken gemaakt met de ziekenhuizen. En dat heeft geleid ertoe dat de ziekenhuizen bereid zijn die samenwerking te continueren met Suriname. En we zijn ook blij om het nieuws mee te delen dat onze patiënten die goedgekeurd worden, die hulp nodig hebben, die zorg nodig hebben in het buitenland, wederom gebruik kunnen maken van de diensten van de Colombiaanse ziekenhuizen. Binnen de Armulov-regeling kunnen geselecteerde patiënten die complexe zorg nodig hebben, afreizen naar het Zuid-Amerikaans land voor medische behandeling. Het is goed nieuws dat wij weer in staat zijn om patiënten die hoognodige zorg nodig hebben, te helpen door hen uit te zenden naar Colombia, benadrukt de bewindsman. Dit zorgt ervoor dat onze burgers de best mogelijke zorg krijgen, zelfs als die buiten onze landsgrenzen ligt. Naast het oplossen van de betalingskwestie zijn er tijdens de meeting ook afspraken gemaakt over toekomstige samenwerkingsmogelijkheden. Deze omvatten onder andere kennisuitwisseling tussen medische professionals en nieuwe protocollen voor de uitzending van patiënten. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kwaliteit van zorg voor Surinaamse patiënten verder te verbeteren en de samenwerking te versterken. Dat kosten behoorlijk kunnen oplopen in het buitenland. Het is niet de eerste directe keuze die je maakt als land om iemand uit te sturen, omdat je zoveel mogelijk de mensen in je eigen land zou willen helpen. Maar het is niet altijd mogelijk. Gewoon simpel omdat expertise ontbreekt. Misschien de investeringen niet is, specifieke apparaten of tools ontbreken. En je ervaring is voor het natraject. Dus het is vaak ook goed om dan niet risico's te gaan nemen. De doktoren geven het ook zelf aan. Deze persoon zal vanwege die en die reden uitgestuurd moeten worden. Maar er is ook willingness hier bij onze doktoren om via missies met andere ziekenhuizen, bevriende ziekenhuizen, missies op te zetten en ook uit te voeren. En die missies hebben we de afgelopen periode behoorlijk ondersteund.